zie je dus, de boom is helemaal weg. En we hebben ook nog een handafdruk gedaan van Enzo en Mie. Vind ik wel leuk, eigenlijk gedaan. Dit is het. Dat is dus leuk, hè? Ja, leuk, eigenlijk gelukt eigenlijk. En we hebben dat ook wel hier nog een paar keren gedaan. Dat zijn Enzo zijn handjes. Ik vind dat wel leuk voor later ook. Eigenlijk om te doen. Dus dit ga ik ook nog trekken. Dus, allez. Dus ik hoop dat je dit een beetje een leuke video vond. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen... Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan we iets leuks doen. Ik ga opdrachtjes... ik niet alleen. Ik heb ook opdrachtjes gekregen van mijn broer. En van andere mensen. Om te doen tijdens de live op TikTok. Dat is wel leuk. Zoals je ze live zit, dan toch wel een paar opdrachten kunt doen. Ik vraag dan voor de live begint of tijdens de live van... jullie mogen een nummer zeggen. En die nummer... Die gaan ze dan, die nummer wordt dan uitgetrokken. En dat is een opdracht dat je dus tijdens die live moet doen. Of drie opdrachten. Ze zien natuurlijk wat opdracht het is. Welke opdracht het allemaal zijn, ga ik hier natuurlijk nog niet 100% verraden. Maar ik ben wel even aan het zoeken voor die doos. Ik weet niet wat ik hem bewaard heb, die doos. Maar je weet, ik en Miranda hebben ooit een groene doos gemaakt. Zo bijna pas bij de muur, die doos. En nu was ik aan het denken, hebben we die doos nog? Of niet, of moeten we een andere doos pakken. Dus was even aan het kijken of we die doos nog ergens staan hadden of niet. Dus anders pak ik gewoon een andere doos, dat is ook geen probleem. Maar even dus gewoon kijken, is al iets meer natuurlijk, hè. We zitten echt op de kleine kamer. Ik noem dat de kleine kamer, ja, mijn mama noemde dat ook altijd de kleine kamer, dus noemen we dat ook. De kleine kamer. Dingen voor Enzo. Ik denk niet dat je nog op zijn is, denk ik. Op het eerste zicht zie ik het niet staan. Eigenlijk. Die worden dus ook allemaal zo gestapeld. Waar je eigenlijk hier uitweg uitziet. Dus. Dit zijn mijn handtekeningkaartjes. Die heb ik al eens laten zien in de vlog. Kerstbomen. Ik denk dat we gewoon een andere doos gaan pakken. Dat even voorlopig. Een andere doos misschien hebben. Ik weet wel dat we die eens gemaakt hebben. Ik heb hier andere, zo'n groene doos. Maar ik zie hem niet staan momenteel. Dan pakken we even deze doos. Stort het in deze doos. Dan nemen we deze doos. Appeltjes. Dus. Ik zal het wel een beetje zoeken, waar is alles. Maar goed, dat is niet erg. Voilà. We hebben alleen papier nodig. Dat hebben we ook, van die dingetjes om erin te doen. Voilà. Konijn is ondertussen buiten aan het spelen. En ik ga ondertussen wat opdrachtjes noteren. Dat staat allemaal op mijn gsm. Dus Kien heeft ook opdrachtjes gegeven. Dus.
dag 1. We moeten er ook nummertjes op zetten. Dat is ook belangrijk, dus dan plooi je dat. Zo. En nog eens zo. En dan zet je daar een nummertje op. Dus ik zet daar nu 1 op, omdat dat 1 is, omdat dat juist 1 is. Jullie kunnen dus ook altijd nog opdrachten geven daarvoor. Dus. Opdracht 2. Ik hoop alleen dat er een paar opdrachten zijn die zo niet de teen uit de bus vallen. Je kent dat wel, hè? Ook wat opdrachten die je niet graag hebt, natuurlijk. Vier opdrachten en dan zijn we nog niet klaar. Hè. Dus we gaan nog wat schrijven. Wat was de volgende opdracht? Dan plooien we dat en dan zo gaan we door en door en door. Dus ik heb er al een paar in de doos. Dat zijn ze. Dus hebben jullie ook nog opdrachten? Laat het zeker weten. Want dat is leuk natuurlijk als jullie ook opdrachten bedenken. En als je dan de live komt kijken, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik kom meestal tegen 7 uur, 8 uur online. Dus je kunt me altijd daar vinden. Dus dat vind ik wel leuk eigenlijk. We doen dus allemaal even weten. Zo, de opdrachten zitten hierin natuurlijk. Zijn er nog wel opdrachten, maar die moeten natuurlijk ook nog geschreven worden. Zo. Laat dat plakken in de doos, zodat niemand de doos wegdoet. Want ja, als ik ervoor dat niemand de doos weggooit of zo, je weet maar nooit, dan heb je weer een probleem. Want dan kan je opnieuw beginnen natuurlijk om alles te gaan opschrijven. Dus ik dacht van, ik ga maar papier op plakken. Hoe gaat het momenteel met mij? Ik denk dat er heel veel mensen dat willen weten. Ik hoor ook vaak in de vlog, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Bij mij gaat het eigenlijk niet zo om de procent, het gaat helemaal niet zo goed. Ik doe wel nog mijn vrijwilligerswerk, doe ik nog allemaal. Ik probeer ook wel het huishouden te runnen en zo die dingen allemaal, voor de konijnen te zorgen, voor de katten, blablabla. Maar je merkt ook wel, elke dag is een opgave om te doen. Ik heb ook filmpjes geplaatst, heb ik ook al gezien op TikTok. Ben ik op de eerste plaats, maak ik heel veel filmpjes. Hoe noem dat kan dan weer? Sweetie Silly Sil. Plaats ik heel veel
Daarop, dat doe ik echt heel veel video's, hoe dat het eigenlijk over mijn mama eigenlijk, doe iedereen een beetje na. Dat doe ik ook wel heel graag. Ik kan het natuurlijk ook niet altijd doen, heb ik ook gisteren gezegd. Want dan is het ook te veel voor jullie dat ik dat allemaal nadoe. Moest je er ook nog ideeën over hebben, mocht je ook altijd sturen. Het e-mailadres staat trouwens ook altijd in de beschrijving, als je dat liever in e-mail wilt schrijven, vooral skets en zo. Dat heb ik liever dat je dat in e-mail zet, omdat andere mensen dan al direct weten van ja, het is zo en zo. Daar is ik niet meer voor te kijken natuurlijk, als mensen het al weten. Dus je mocht me ook altijd sturen via dat postapenstaart.outlook.be, denk dat is. Moet maar eens kijken in de beschrijving. Maar voor de rest gaat het eigenlijk niet zo goed met mij. Het gaat helemaal niet zo goed. Het gaat echt de verkeerde kant uit eigenlijk. Slapen is heel moeilijk. Ik doe wel mijn best om te slapen. Ik heb nu deze nacht heb ik wel goed geslapen. Ik heb zelfs al 2 uur geslapen. Dat was echt wel super goed. Ik probeer ook nog altijd wel live te komen. Want live komen is ook voor mij heel speciaal. Omdat ik ook merk dat de mensen dan wel heel veel vragen kunnen stellen, ook zo het hebben van, ik kunnen contact leggen met haar, met hem eigenlijk. Maar voor de rest gaat het eigenlijk niet zo 100%. Ik bedoel daarmee, ik ben echt wel depressief. Ik voel dat ook, ik weet dat ook, ik heb dat ook gekregen. Ik heb ook naar een psycholoog trouwens. Dus ik doe wel mijn best om voor jullie altijd video's te maken. Ik moet er ook over nadenken, wat kan ik het best doen? Ik weet ook dat het met anderen spectaculair is, maar ik ben wel zeker dat mijn video's wel oprecht opkomen. Want heel veel mensen sturen me dat ook, dat ze dat ook wel leuk vinden dat ik zoveel video's maak over hoe het met mij gaat. Dus ik ben aan mezelf ook wel een beetje aan het werken om het allemaal goed te krijgen. Ik doe mijn best en ik doe dat zeker en vast voor jullie ook. Trouwens, maar ook voor mezelf, vooral voor mezelf. Ik probeer ook mezelf te blijven. Ik heb gisteren iets speciaals gedaan. Ik heb iedereen die geblokkeerd was op mijn TikTok. Dus iedereen kan op mijn TikTok eigenlijk zonder boefba. Dus niemand is geblokkeerd. Momenteel, iedereen kan er gewoon op zonder problemen eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk wel super leuk eigenlijk. En dat vind ik ook wel iets positief aan eigenlijk. Donderdag ga ik ook naar de psycholoog voor te praten voor mijn transitie. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Ik hoop dat het ook wel snel kan. Een operatie en zo. Maar je moet ook rekenen. Als ik zo'n operatie doe, dat is een maand niet vloggen. Een maand misschien ook niet op TikTok kunnen. Zo'n ding allemaal. Moet ik allemaal bekijken. Want ja, het is wel belangrijk dat je ook een sociaal leven hebt. Eigenlijk voor mij toch. Omdat de online wereld momenteel wel belangrijk is. Waarom? Omdat ik dan ook bijvoorbeeld like Stijn, Mitzi, Gieten en zo allemaal kan zien. En kan contacteren. Dus dat moet ik ook gewoon bekijken. Dus ik had echt wel goed planning. Moest je daar ook nog vragen rond hebben, mogen je die ook altijd stellen. Voor de mensen die me echt zorgen maken, volg mij zeker ook altijd op Bolstar. Ik heb dus een... dus ik ga het even laten zien aan jullie. Dus zeker en vast allemaal even volgen dan. Even laten zien. Bolstar. Dit is echt mijn account. Dus... dit is het accountje, dus zeker allemaal volgen. Daar kun je ook mee altijd een privébericht sturen. Als jullie weten hoe het met mij gaat. Dus dan weet je dat ook meteen van, ah ja, het gaat zo of het gaat zo met die persoon. Er komen ook allemaal foto's op en zo. Ook als ik weet, ik heb het ook voorgenomen om, als ik huil. Ik ga niet meteen een foto trekken als ik huil natuurlijk. Maar als ik aan het filmen ben voor YouTube en ik ben te huilen of voor TikTok. Dan plaats ik dat filmpje online. Ik ga natuurlijk niet even de camera gaan pakken en even gaan wenen voor de camera. Als dat spontaan gebeurt, dan komt dat ook gewoon in de vlog. En ik ga niet even de camera aanzetten en even dit of dat. Dat ga ik niet doen. Dus ja, doen we de dingen eigenlijk allemaal. Dus ja. Maar ik blijf creatief gewoon doorgaan. Ik ga nog meer video's maken over... mijn mama zoals skets en zo allemaal. Dat zijn ook allemaal dingen die vroeger gebeurd zijn. Dat ik maak. Maar ook dingen. En like nu bijvoorbeeld. Vorige keer heb ik dat nu gedaan. Dat Gieten en Silke op bezoek kwamen. Vind ik ook wel leuk om te doen. Om te filmen eigenlijk. Omdat er ook wel iets is. Dat ook wel heel leuk is om te doen. Dus ja. Heel veel dingen zitten hier in mijn hoofd om te maken. Maar ik kan niet alles meteen creëren. En allemaal gaan doen. Dat is een beetje te moeilijk. Dus ik gebruik ook heel veel kleren van mijn mama daarvoor, haar bril en zo van dingen. Binnenkort ga ik ook eens kijken
of ik die glazen er nergens kan uithalen, omdat dat ook iets gemakkelijker is om te filmen. Ik kan ook over verplaatsing filmen, maar als je die bril op hebt, ik zie dus geen steek op dat vlak. Dus ik doe alles betast, hè. Dus dat zie ik ook wel zitten. En we zullen de konijn ook even in beeld brengen. De kat ligt dan boven, denk ik, te slapen. Die laten we ook met rust. Dus hier zitten ze. De konijntjes zitten in de tuin. Bezig een putje te graven. Hier zijn ze dan. De volgende is hier. En die zijn daar bezig aan het spelen. Ze moeten wel ver binnenkomen. Nou wel. Te moe. Even een beetje in beeld brengen. Kan nooit geen kwaad. Het ruikt dus super lekker buiten. Ik weet niet van eten of zo, maar echt naar parfum. Dit zijn onze beste maatjes, hè? De beste maatjes zijn jullie, hè? Ik zal naar binnen. Jullie kinderen krijgen ook nog straks sla. Dat kon ik eens filmen hoe ik een dinertje ga maken voor hun. Dus ik krijg ook even in beeld brengen hoe ik dat ga maken. Dus dat komt ook goed. Ga maar naar binnen, hoor. Dus maar naar binnen, mijn vriend. Zo, voilà. Als Snuffel ook naar binnen is, is het een moment naar binnen blijven toe te doen. Het is niet dat het echt heel warm is, dus je wil ook wel voorzichtig zijn met quasi dat ze geen ziekte oplopen. Ik ga voor hun een slaatje maken. Dit is de sla die ik heb gekocht. Ik heb daar 50% korting zelfs op gekregen op de sla. Natuurlijk moet ik dit niet op dat vuur gaan gooien. Dat is niet slim van mij natuurlijk. En ik maak dan echt een kommetje met sla en alles erop en eraan. Ik zie dat ik jullie hier kan zetten, dat jullie mij even zien. Dus ik ga het even pakken. Kommetje. Dit is het kommetje waar alles in gaat. Jullie zien we niet. Nu is het van te laag. Mijn K3 pot. Zo. Nog niet echt onderdoen. Ik zal het wel even zetten. Maar dat al een beetje. Ik neem dan ook een mes om de worteltjes te snijden. Mes. En ik ga het even laten zien. Dus ik doe dan de worteltjes voor hun. Ik doe dat in stukjes. Dus ongeveer zo groot, want ze zijn wel gewoon. Ik heb ook eens een ander mes pakken. Als je dat met dit mes moet gaan doen, dan weet je wel wat je zegt. Ze zijn op het einde van de dag. Alleen je vingers eraf, denk ik. Gewoon puur omdat die ja, niet zo goed snijdt. Deze snijdt natuurlijk al beter. Deze mes. Als je dat zelf wilt doen, kinderen onder de 12 wel even vragen aan de mama of de papa. Of dat je dat zelf mag doen voor je konijn. Versnijden en allemaal. Ik wil daar wel even een waarschuwing op zetten. Want dat ik geen mailtjes krijg dat jullie vingers af zijn. Hè. Want dat zou ik niet graag willen. Dat ik dat te horen krijg. Zo. Ik doe dat allemaal in dezelfde kom. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Voilà. En de worteltjes. En dit is een sla. Maar wat ik merk dat dan is, dat maakt voor mij niet uit welke winkel dat komt. Moet ook niet uitmaken. Ik doe er wat sla en zo. Voilà. En zo ziet dat eruit, hè. De sla. En dan gaan ze dan op. Een kotje is ook helemaal uit de kuis vandaag. Dus je ziet dat ook. Die zijn er heel blij mee. Met het te krijgen eigenlijk. Meer moeten die niet hebben. Ze krijgen het ook niet elke dag, want dan krijgen ze diarree. Maar ze krijgen het om de zoveel keer eens een keertje. Hoe verwennen. En je hoort echt zo knabbelen. Vond je het een leuke video? Zeker de move. Vergeet niet te abonneren. En